Nou, daar staan we dan in Nijmegen. Erasmusplein bij een of andere school, om precies te zijn. We hebben nu dus opeens een afspraak met die bus. Dan gaan we in deze doen. En dat is eigenlijk niet echt in onze ongeorganiseerde stijl. Dus om het allemaal een beetje in balans te brengen, hebben we vandaag een hele slechte presentator. Dat ben ik. En een nieuwe cameraman, dat is Rogier. Hallo. En dan gaan we nu eens even kijken of we die bus of inzittenden kunnen vinden. Hallo. Hallo. Jongen met microfoon! Hallo meisje met toeter. Hallo, ik ben Sarah. Hallo, ik doe propaganda voor Femke. Waarom dan? Omdat ik op Femke ga stemmen. Hi. Wacht heel even. Half 1, Femke Halsema, hier in de rechter. Ze komt zo meteen met een hele grote bus. Ik moet natuurlijk hele politiek correcte dingen zeggen. Okay. Femke is een lekker wijf. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. Hoi, dank je. Goedemorgen, dit is een beetje een verrassing. Het zal geen verrassing zijn waarom ik hier ben. Nog 5 nachtjes slapen en dan zijn er verkiezingen. En er is een belangrijke keuze te maken. Gaan we door met het land van de afgelopen jaren of gaan we niet door? Met de kabinetten Balkenende. En ik zou zeggen, het is mooi geweest voor Balkenende. Het is de hoogste tijd om naar huis te gaan. Afgelopen jaren is de werkloosheid onnodig toegenomen. Afgelopen jaren is de armoede in Nederland gegroeid. Hoe hard Balkenende nu ook roept dat dat niet zo was. Is dit beter? Minister Verdonk, de afgelopen jaren. Als er 49 imams waren die haar een hand gaven en er was er eentje die dat niet deed, dan wist ze daar weken een grote tour van te bouwen. Maar ze was er niet toen de jeugdwerkloosheid van allochtone jongeren verdubbelde. Ze was er niet toen de schooluitval toenam. En ze was er helemaal niet toen het aantal meldingen van discriminatie dramatisch toenam. Ik heb daar schoon genoeg van. Ik wil leven in een land waarin achterstand geen kleur heeft. Waarin iedereen kansen heeft. En waarin je Nederlander en moslim tegelijkertijd kan zijn. Ik zag dat je een initiatiefwet had voor zorg voor illegalen. Ja, en dan, Waarborgfonds. Dus misschien überhaupt eerst voor de mensen thuis. Wanneer word je eigenlijk illegaal? Want het is eigenlijk een woord wat ondertussen zijn betekenis bijna lijkt kwijt te raken. Ja, dat klopt. Je kan als illegaal binnenkomen in het land. Hè? Dus gewoon als economisch migrant en nooit zichtbaar zijn geweest voor de overheid. Dan ben je altijd een economisch illegaal geweest. Maar er is een groeiende groep mensen in Nederland die uitgeprocedeerd raakt als asielzoeker, maar helemaal niet terug kan naar zijn oude land. Die mensen worden ook illegaal. En het akelige aan die groep mensen is dat ze hier illegaal zijn en geen ander land hebben waar ze naartoe kunnen. Dus die zwerven hier gewoon op straat en die hebben dan eigenlijk gewoon... En daar horen vaak ook, dat zijn vaak ook gezinnen. En daar horen kinderen bij. En wat wij willen is een waarborgfonds voor medische zorg aan illegalen. Omdat je steeds vaker hoort dat illegale zorg geweigerd wordt omdat verzekeraars het niet willen betalen. Ja, want het komt dan eigenlijk omdat als je illegaal bent, dan kan je dus ook gewoon niet meer werken hier. En je überhaupt niet, kan je dan überhaupt verzekeren als illegaal? Nee, je mag je niet verzekeren. Maar er is afgesproken dat illegalen geen toegang hebben tot de verzorgingsstaat. Dat de illegalen natuurlijk niet wit mogen werken. Dus als ze werken, werken ze zwart. Maar dat wel illegale kinderen toegang tot onderwijs moeten hebben. Dat wordt ook moeilijker. En dat medisch noodzakelijke zorg altijd verstrekt moet worden aan illegalen. Maar waar ligt noodzakelijk dan? Precies, daar ligt het probleem. Er zijn nu al verhalen bekend, bijvoorbeeld van een vrouw, een illegale vrouw, die weg werd gestuurd bij een dokter omdat ze een knobbeltje in haar borst had. En daarvan werd de ingreep nog niet noodzakelijk geacht, maar we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurt. Waarschijnlijk wel. Ja, nou daarom heb je dus een waarborgfonds nodig om ervoor te zorgen dat nooit het argument van geld de reden kan zijn om geen zorg te geven. I'm sorry now I ever went away. Ik ben van de website hetepolitiek.nl. Leuke avond vanavond en ik hoop dat ik hier
GroenLinks is de enige groene partij die Nederland heeft. Ja hoor. Dat durf ik wel met enige zekerheid te zeggen. Wat doen wij aan het milieu? 1. We vergroenen de belastingen. En dat wil zeggen dat werkgevers in Nederland minder loonkosten hoeven te betalen op arbeid. Wij zeggen arbeid is in Nederland veel te duur. Werkgevers worden daardoor ontmoedigd om mensen in dienst te nemen. En met name laag betaalde arbeid is veel te duur. Als wij de loonkosten naar beneden brengen, dan kan het minimumloon omhoog. Dat hoort erbij. Werkgevers krijgen van ons dus een cadeautje. Maar er staat wel wat tegenover. Want wij zeggen de vervuiler betaalt. En wij willen dat werkgevers geld gaan betalen voor de vervuiling van het milieu. En dat doen ze ook fors. Als ze het milieu echt vervuilen, zullen ze daar fors voor betalen. Dat is 1. Als bijvoorbeeld een VVD mij gevraagd heeft, dat ik dat dan gewoon niet zou doen. Waarom niet? Nou ja, ondanks dat ik gewoon dat dit gewoon een optreden is en dat het geen GroenLinks reclame is wat ik aan het rappen ben of zo, maar mijn eigen repertoire, is het natuurlijk wel zo dat je bij een, parasol staat waar GroenLinks op staat, bij een grote bus waar GroenLinks op staat. Dus je wordt er toch mee in verband gelegd. En dat dan liever met een partij als GroenLinks of SP dan een VVD of menig andere partij. Fuck, ook als ze maar allemaal stemmen! Als jullie niet stemmen, dan hou ik niet op met dit nasale stemgeluid.